religie. Een paardenmiddel tegen de onzekerheid van het bestaan. Bestrijdt alleen symptomen en kent vele nare bijwerkingen. Maar die paus, die heeft wel wat. Als je hem van dichterbij wilt meemaken, het enige wat je hoeft te doen is trouwen. In een katholieke kerk. En dan, voor er 2 maanden verstreken zijn, bezoek je op een woensdagmorgen het Sint-Pietersplein in Rome. Neem de kerkelijke huwelijksakte mee en draag dezelfde kleren als op je trouwdag. Zorg dat je present bent zodra het Sint-Pietersplein 's morgens vroeg open gaat. Dan kom je vooraan te staan. De paus arriveert een paar uurtjes later. Je krijgt een zegen van de paus, hij maakt een grapje. En als je zichtbaar zwanger bent, krijgt de baby ook een zegen. Daar doet je helemaal niet moeilijk over. Deze woensdag is er wel erg veel bezoek. 1, 2, 3, 4 rijen dik. Tijdens het handengeven heeft de 8e rij de handen van de paus te pakken gekregen. En zo wordt hij tegen wil en dank de pas getrouwde ingetrokken. Maar de blik van de vrouw die door de handengevers in de armen van de paus wordt geduwd. Wat speelt zich in dat hoofd af? Even alles in de omgeving wegdenken. De paus, het plein, haar echtgenoot. Alleen haar hoofd en die blik. Het is een afgewende blik. Ze kijkt weg uit het hier en nu. Is het schaamte? Voelt ze zich opgelaten? De spieren in de hand die ze tegen de paus aanhoudt zijn niet aangespannen. Afweren doet ze hem niet. Haar hand raakt alleen maar aan. En dan dat pretoogje. Er is een theorie dat je ogen afdwalen naar rechts als je probeert je iets voor te stellen. Zij stelt zich overduidelijk iets leuks voor. Maar wat? Zou het voorpret zijn? Als ze straks thuis komt, heeft ze een prachtig verhaal te vertellen aan haar familie op haar werk in de kerk. We stonden daartussen wel 100 stelletjes. Ik dacht nog, dat wordt niks. Maar wie sluit me even later in zijn armen? Dat helpt dan weer even tegen de onzekerheid van het bestaan.